had er wel altijd van gedroomd om een album te krijgen. Ja. 1 juni 2013 is dus de dag dat Aaliyah's droom uitkomt. En hoe? Ze treedt op in de Melkweg in Amsterdam. Dat is een van de bekendste poppodiums in Nederland. In de grote zaal passen met gemak 1500 mensen. Ik ga zeg maar al mijn liedjes zingen die ik heb gemaakt. En dan dansen en het wordt gewoon heel leuk. Aaliyah is nog aan het repeteren, maar ik keek net naar buiten. Er staat nu al een gigantische rij fans die heel graag naar binnen willen. Waarom sta je al zo lang in de rij? Omdat ik er wil aanraken. En de artiesten ook die er ook bij komen, wil ik ook. En ik wil er van dichtbij zien. Ik vind het knap dat ze erg jong is. En ze is zo klein en ze is beroemd. Dat vind ik heel erg leuk aan haar. Ze is een heel aardig meisje. Ze lijkt me best cool. Ze kan goed zingen, ze kan goed dansen. En daarom zijn we ook hier. De rij is tientallen meters lang. En de kaartjes, nou, die waren al dagen geleden uitverkocht. Nou, gelukkig heb ik een kaartje. Het is allemaal snel gegaan met Aaliyah. Precies een jaar geleden kwam haar eerste single uit. Yeah, yeah, yeah. In haar show treden ook andere artiesten op, zoals Lange Frans en Monsif. Maar het is en blijft Aaliyah's concert. Dit is hoe we doen, zo van 5, 6, 7, 8, baby. Dit was gewoon echt het grote moment waar iedereen op gewacht had. En alleen nog wil ik met Beyoncé gewoon op het podium staan. Ja, dan is alles gewoon perfect.